dat kan je dat? Hé, hey, René. Hé, René, open hem even. Waarom heeft er nog niemand een wat erg dit. Voice crack compilatie gemaakt van mij? Dames en heren, niemand minder dan Gwen van Poorten! Wat is dit? Het is niet leer, het is... Latex. Ja, maar een namaak latex. Het is een ander... Lak! Het is lak! Heb je vanochtend een hele pot vaseline gebruikt? Ook om erin te komen? Nee, maar... Kijk, luister. Ik mis wel al die machines. Ik wou mijn tanden gaan poetsen vorige week, na Dumpert Rate 150. Het zit wat tussen mijn tanden. Allemaal confetti. Oh my god, dit stinkt altijd zo erg. Oh, dit is echt zo'n club in Uden. Oh, vind je dat niet vies? Oh, die rook? Ja. Ik dacht... Nee, die rook. Nee, ja, ik vind het wel wat hebben eigenlijk. Het ruikt een beetje naar Cyclone B. Wat? Junk in the trunk. Jezus. Min 1 vandaag. Er is dus 800 kudo's, 880 en vandaag min 1. Dus er is vandaag één reageerder naar deze pagina gekomen die heeft gedacht... Die vond het vrouwenvriendelijk. Fuck dit man, weet je, ja. Ik vind ook geen dansen meer op een gegeven moment hoor. Het is gewoon echt letterlijk alleen maar... Het is een beetje dit zo. Kom aan. Het is een beetje dit zo. Mag ik ook? Dat zou het wel beter maken. Ik voel wel een soort liefde tussen jullie. Jij gaat drink maar even een slokje water. Ja, is oké. Aandacht hoeren. 1 reet. Nee. Dikke billen. 5 reten. Ik heb ook eens een keer zo'n broek gedragen. Was geen succes. 2 reten. Duitser doet dikke doekoevondst. Wieder in Hamburg. Hab ins Büro. Hè? Was ist das denn? Geil. Genau so ein Gummiband suche ich schon die ganze Woche. Richtig nice. Maar ik moet wel zeggen dat sinds de Tweede Wereldoorlog dit wel een goed grapje is van een Duitser. Ik wist het. Je kent ons toch? Ja, ik weet het. Ja. Ik weet en toch kom je elke keer weer iedere terug. Iedere keer heb ik weer hoop dat het minder over eens en over Duitsers gaat. Maar dat gebeurt al vanaf het moment dat ik hier die lift uitstap. Maar dat is niet erg. Ik heb een latexbroek, jullie maken dit soort grappen. Precies. Leuk filmpje. Briefjes van 200, bestaat dat? Ja, ik heb ze ook niet gezien. Heb je wel zoveel geld gewoon in je klauwen gehad? Tuurlijk jongen, ik werkte vroeger in de kas, vriend. Ja, tussen de Polen en de Turken. Ik werkte vroeger ook in een club en dan had je ook nog gewoon het geld dat geteld moest worden. Ja, nee. Genau so ein Gummiband. Genau so ein Gummiband. Oh. Zo, ik moet zeggen, dat klinkt wel goed. Vind ik ook. Kun je nog een paar van die zinnen in Duits doen? Of, Nee, kom niet verder dan. Einreich! Gaat u. Richtig nice. Def Rijms had ongelijk. Niet iedereen houdt van doekoe. 2 reten. Lo. Nu is die doof. Wethouder vindt school tantoelauw. Okay. Yo, ik ben Hans en ik hou de wet. Voor de wethouder ben ik goed gedekt. Yeah! Dit is toch mooi? Is toch mooi? Ik weet hoe het moet en jullie doen het goed. Deze school vind ik tantoelauw. Maar het rijmt ook niet. Maar hij heeft zijn best gedaan. Deze school? Vind ik tantoelauw. Ja. Ja, nee. Tantoelauw. Het is in ieder geval geen autotune, bitches. 2 reten. Bij deze flow moest ik denken aan Boef. 1 reet. Ik wil zien als jij bij een kerstdiner zit. Zo. Nou, wat heb je vorige week gedaan? Jij hebben van Lego een hakenkruis gekregen. Ja. Ja. Waar maken jullie grappen over dan? Nee, gek genoeg is mijn moeder mijn grootste fan. Die kijkt echt alles. Ja, maar dat heb ik ook. Ja. Maar heb je dan nooit eens dat ze dan soms kijkt dat je denkt... Hij mag geen godverdomme zeggen. Ja, ik mag niet vloeken. Dat is wel tegen de kerk is toch wel... Je mag niet vloeken, maar je mag wel racistisch zijn. Ja. Oh. Dat is mijn moeder in een notendop. Nee, oh. Mijn moeder heeft 30 jaar op een zwarte school in Del Zave gewerkt. Dus... Dan kan ik niet zeggen dat het is. Nee. Wat is dit? Het is een mini-olifantje. Is dit echt een mini-olifant? Ja. Nee, ik vind dit niet leuk. Nee, dit is gewoon een hond, toch? Dit is een kind. Ik vind het echt zielig. Ja.
Ik vind het, nee, het is niet zielig. Ik denk dat een hond het wel... Hij valt ook zo dramatisch. Ja, maar dat is een trucje. Zielig. Moet je kijken, ze vindt het echt zielig. Ja, dit is gewoon zo iemand die ook met zijn hond zit met een dekentje erover om geld op te halen. Denk je nou echt dat dat hondje het leuk vindt om zo'n masker op te hebben? Waar is het? Oh, je bent zo lief. Ja, ik vind het zo zielig. Nee, ik vind het zo lief. Ja, het is een achtbaan van emotie. Ja, dat is een achtbaan van emotie. Ik weet ook niet meer. Wat is dat? Ging gewoon al bijna huilen. Je ging al bijna. Oh my god, ik denk dat jullie. Ik denk dat jullie een corgi uit een vliegtuig kunnen gooien. Is dat wat anders? Kijk, dit is een beetje op hetzelfde level als met dolfijnen zwemmen. Ja, precies. Dan kunnen ze wel zo blij springen, maar je wil niet zeggen dat ze het leuk vinden. Weet je dat ze die dolfijnen ook aftrekken? Wat doen ze in dolfijnen? Serieus, heb je zo'n verzorger die... Ik ga gewoon beschadigd naar huis deze keer. Nee, dat is echt waar. Nee, maar jij zegt zoveel angstuitgevende dingen. Dit is niet normaal. Nee, is een dolfijn aftrekken, is dat angstuitgevend? Ik zie het gewoon niet aankomen. Ik heb het over zwemmen met dolfijnen. Feel good, bagger. 1 reet. Mooie slurf. 3 reten. I remember when I lost my mind. No! What the fuck? Het is wel leuk om Nelson Mandela aan zijn jonge jaren te zien. I remember when... Nee, maar serieus, ik wil niet... Hij heeft er toch wel iets van weg, of niet? Gewoon. Je wil zeggen dat alle donkere mensen... Nee, ik wil juist zeggen, hij lijkt niet op LeBron James of zo, weet je wel. Hij lijkt niet... Nee? Jawel. Op Nelson Mandela. Dit is wel lomp. Het is wel echt voor lijf een deuk in je hoofd. Mensen slaan. 2 reten. Ik hoop dat ze die gast die dit heeft gefilmd daarna ook een keer een tik hebben gegeven. 2 reten. De reguliersronde. We beginnen met Angus / Dag Nabbit. En die schrijft... Hier was ik echt aan toe. Ik weet niet wat het was vandaag, maar ik zat er even doorheen. En dan komt Dumpedrate 150 online. Heerlijk, om het te vieren ga ik straks even lekker fappen op Sylvana. Godsamme, wat zie je er weer lekker uit, meid. Op naar de volgende 150. Maar waarom ik deze heb geselecteerd is... Een dag later, Angus / Dag Nabbit is weer terug. En dan zegt hij de volgende ochtend... Ik weet niet waarom ik dit gisteren zei. En ik wil hierbij Sylvana mijn oprechte excuses maken. Soms zeg ik gewoon fucked up shit zonder reden. Ik probeer hier aan te werken. Je doet het fantastisch, Sylvana. Ga vooral zo door. Don't drink en reageer of dickpik. Nee, ja. Doe dickpik verstandig. Maar lief dat hij zijn excuses aanbiedt en terecht. Ja. Goed bezig, Angus, Dag Nabbit. Hardhead schrijft, hoi Rooie, Sylvana en Nick. Ik merkte van die Rooie dat ze nog een gehandicapte nodig hebben voor de livestream. Voor de top 2000. Nou zit ik toevallig in een rolstoel en als jullie hulp nodig hebben, wil ik het graag weten. Succes, PS, ik kwel niet. Maar het is wel leuk. Ja, maar als je met één gehandicapte begint, dan kan je bezig blijven. Ja, dat is wel waar. Hardhead, lekker bezig. Maar bedankt, want we hebben je toch niet nodig. En veel plezier in je rolstoel en je kutleven. Grapje! Kamerhouster schrijft, heeft iemand al gevraagd wat de neuk er met het geluid aan de hand is? Nee, er was één stukje dat jij aankondigt. Ja, die ging dubbel. Toen was ik een soort die was dubbel? Nou, dat was natuurlijk niet mijn schuld. Dat was de schuld van Mininick. We gaan de beste filmpjes bekijken van het afgelopen jaar die ook al een dubbelrate hebben gezeten. Snap je? Ja, tijd voor jullie dat klaar was. Lang verhaal, lang verhaal, kort, niks uit. Top reaguursel bij Dumpertreten 1 was... Het zijn ook een stel losers bij elkaar. Ik vond ze toen al awesome, zegt Psyhorse. Mm-hmm. Ze zijn nog steeds. Ja, er waren heel veel reaguurders die dachten dat die vonden het echt superkut. Ja, maar dat was het ook. Het was ook en wel. En het is nu ook vaak nog ik ben toch wel blij kut. Dat we het door hebben gezet. Even ter info over Lucy, zegt Renault World. Lucy was een van de eerst gevonden apen die rechtop liepen. Dus Maxime zat aardig in de buurt. En Maxim is ook slimmer dan je denkt. Gucci Sniffer 88 schrijft, die Stefan Kazan is echt een Dankjewel. Al dacht hij, ik denk dat Stefan Kazan op mannen valt. Niet dat daar iets mis mee is, maar ik vind hem niet zo aardig. Of leuk. Dan had je geen permaban aan je broek gehad. Wifi kabelverhuur schrijft, godverdomme kwit, nog steeds 5 reten geven en maar 4 vingers opsteken. Nou, al die tijd maak je me nog steeds helemaal gek. Heeft ook wel een homoerotisch kantje, hoe hij dat schrijft. Je moet een beetje aan Marco Borsato denken, zeg maar. Wat? Je maakt me gek.
Ja, hè? Ja, ik heb ook het gevoel dat het wel positief is. Dat is niet van Marco Borsato, toch? Jawel. Maak me gek. Dat is Gerard Joling. Het is allemaal hetzelfde. Is dat echt van Gerard Joling? Ja. Maak me gek. Geweldige muzikant dan, die Gerard Joling. Zo, eens een keer het gast moeten komen hier. Aapje Reguur schrijft: hallo beste Dumpert vrienden. Hier Rick van aflevering 149. Ik had daar mijn verhaal over dat ik op een groep woon. Niet zo'n groep als Ben en Ruurt. Maar we kregen 2 dagen later, na de uitzending, een andere invaller, Albert. Die mij per direct vroeg of ik in de reaguurdersronde zat. Waarop ik ja antwoordde. Nu blijkt dat Albert ook een reaguurder is. Toen hebben wij de volgende ochtend om 8 uur de top 5 gekeken. En vandaag dumpreed 150 omdat hij nog een keer moest invallen. Mocht Albert dit zien, je bent een mooie kerel. En onze homoseksuele relatie begint goed te groeien. Goed, Rick. Albert, ik zou wel oppassen met relaties en machtsposities en zo. Zeker, weet je wel, nou die Rick die op een groep zit. Dat vind ik wel eng. Dat kan toch niet, eigenlijk? Nou, voor je het weet is die begeleider, heeft hij meerdere relaties met meerdere mensen in de groep. Bijvoorbeeld, ja. Ik weet ook niet of ik dit nog geloof. Het is wel heel dik bovenop, hè? Ligt een beetje dik bovenop. Rick, stuur even een foto van jezelf met Albert met kleren aan. Of uit. Stuur het naar René@dumpert.nl. Altijd streepje Guus schrijft: ik wil bij deze een compliment geven aan de stageloper die zo creatief was om de vlaggetjes dusdanig op te hangen dat er 150 staat. Goed gedaan. Niemke, okay. Goed gedaan. Ze loopt trouwens geen stage meer, maar ze is tegenwoordig onze productiedirectrice. Nou. Ja, want wij zetten graag vrouwen aan de top. Yeah. Het is wel een beetje lui aan het worden, hè? Sodala, ik probeer das jetzt mal und dann schauen wir mal, in was ich mich verwandle. Nano, was ist denn da los? Was ist denn das für ein tolles Getränk? So was gibt es nur bei Aldi. Wat vind jij hiervan? Is toch grappig? Ja, ik weet het niet, man. Nano? Hele grappen vind ik gewoon bijvoorbeeld al kut. Wij zijn het tegenovergestelde verhaal. Dus jij vond het helemaal kut nu? Als ik Hitler zeg, ga jij al helemaal kijkend genieten van deze man. Kijk jij gewoon ook voordat je gaat slapen even een stukje oorlogsfilm? Je kijkt documentaire van hoe Hitler het allemaal heeft opgebouwd. Ja. Maar nee, maar ik wil wat zeggen. Nazi megastructure. Ja. Zie je? Wat is ten Talos? Nou, ik had gezien hoe ze Auschwitz hadden opgebouwd. Dat was eigenlijk helemaal niet bedoeld als vernietigingskamp. Was niet bedoeld als vernietigingskamp. Nee. Oh, dus ze kunnen ook nog heel goed improviseren. Ja. Gans geil. 3 reten. Ja, ik vind dit dus echt niet kunnen. 5 reten. De pluspunten zijn gewoon dat het onverwacht is en het geweld en gewoon de plot twist, dat heb ik al gezegd, hè. Het slechte is VVS en hoe loopt het nou af? Is die gozer, weet je wel, hoe is die er aan toe? Dat wil ik graag weten. Wij zijn die sneuwe mensen die echt totdat we doodgaan, dat wij hierover blijven zeiken. Terwijl de rest denkt, hey, what the fuck, portrait mode. Ze hebben ons gewoon ingehaald. Ja, dat zijn van die oude zeiken. De opa van René die had het vroeger over de Tweede Wereldoorlog. Maar als René met zijn kleinkinderen praat, zit vroeger had het moeilijk. Ja, dat is wel echt waar. Als jij later dement wordt en in bed ligt, dan is dit waar jij het over hebt. Dan is dit zeg maar het grote wereldprobleem geweest voor René. Bij opa moet je telefoon altijd draaien. Ik denk dat dit wel een vrij hoge tandartsrekening wordt. Vijf. Ik denk dat hij ook wel een hele goede stoelgang heeft. Oh, ik haat woordgrappen. 2 reten. Is dit de Sylvana compensatie? Ja, dit is even voor Sylvana. Als Oenop ben ik gewoon. Kijk even een leuk hoedje op. Oh, zit te rukken. Oh, kijk. Oh, fuck! Is toch leuk? Het is wel een goede pains. Op zich. Maar het ergste vind ik nog dat hij, wat heeft hij op zijn hoofd? Ja, inderdaad. Er zit een soort van dode kameel in zijn nek. Een rendier. Een leeuw. Nee, een leeuw. Ja, er zit iemand met een kip op het hoofd. Het is ook echt zoals ze soort van allebei zo huilend zo, ja, dit moesten we vandaag ook nog doen. Ja, maar dat is heel ongeïnteresseerd. Ja, hoppakee, ja, jij wil dit. En, Wat? Oh, ik heb eigenlijk helemaal geen zin. Oh.
Een applaus voor die gast, want zoveel suipen en dan nog gewoon dat zo'n harde lul krijgen. Dat is moeilijk. Maar hoe erg is het dat je dan dat dit dan viral gaat? Oh. Als het dan, als dit bij mij zou gebeuren, dan moet je het dan ook gewoon ownen. Ja, je moet gewoon, het ook van, gewoon zelf posten. Ja. Ja. Dit heb ik gedaan. Zo. Dit heb ik gedaan. Dit ben ik en dit heb ik gedaan. Ja. Ja, pacha slaan terwijl je bier drinkt. 5 reten. Dit filmpje mist wel een logisch einde. 3 reten. Nou, ik kan het einde wel voorspellen. Check it. Oh. Oh. Shot everywhere. That's got to be the best part I've ever seen. So it will seem. Ik heb nummer 89 alweer. What the f***? Maar dit is wel lastig te editen. Dus moeten we even een duidelijke paar keer... Oh, oh, oh doen. Oh! 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 Oh shit. Oh! 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 Goeie edit, Nick. 4 reten. We hebben ook tijd nu om dingen er tussendoor te gooien nog steeds, hè? Nee. Speedboat. 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 Cruiseschip. René's gezicht gaat nu veranderen naar Johnny Depp. Als, ja. Dit was Dumperdreten 151. Wij zijn volgende week gewoon weer hartstikke terug. Doei! Wil je nog even? Wil je nog even in mijn broek zitten? Ik wel. Ze vroeg het, hè? Ze vroeg het. Ik weet niet, het is echt net of je vlees en zo, of je er afval aan het maken bent.